Hi, welkom terug bij het laatste filmpje van vandaag. Het laatste filmpje is estafette. Nou, vrijdag heb je bij juffrouw Claudia bij meester Jeroen de boeken opgehaald. En heb je dus ook nieuwe spullen gekregen van estafette. Als het goed is, heb jij een boek. Je hebt een nieuw werkboek. En je hebt een nieuwe vloeien en vlot. Het boek hebben we nodig tot aan het einde van het schooljaar. Vloeien en vlot heb je nodig tot aan het einde van het schooljaar. En over ongeveer 3 maanden krijg je wel weer een nieuw werkboek. Nou, het boek werkt eigenlijk op dezelfde manier als het afgelopen half jaar. Je hebt aan één kant heb je de spullen van estafette en draai je hem om. Dan hebben we een nieuw verhaal. En het nieuwe verhaal is Plastic Detectives. Elke keer als je klaar bent met je les en je hebt nog tijd over. En ook voor nu, als je natuurlijk thuis in het thuisonderwijs zit, kun je hier ook gewoon in lezen. Kun je een stukje lezen uit het verhaal. Voor in je werkboek zit dan weer het leeslogboek. In dat leeslogboek kun je, ik zal het even wat dicht bij de camera houden, dit stukje. Kun je steeds bijhouden wat je gelezen hebt. Dus als je de dag daarna, of misschien zit er soms een dag tussen, weer verder gaat. Kun je altijd even in je werkboek kijken. Oh wacht, ik was bij bladzijde 10 gebleven. Of misschien was je al bij bladzijde 11. Dus elke keer als je klaar bent met je lessen, draai je boek even om. En dan ga je verder met het boek van Plastic Detectives. Nou, de les voor vandaag. Het werkt eigenlijk op dezelfde manier als dat je al gewend bent. Ik start met flitsen. Ik laat je daarna zien welke kaarten van vloeiend en vlotje kan lezen. En dan splits ik de uitleg weer. Ik heb de basisinstructie en ik heb de plusinstructie. Maar voor nu gaan we het even samen doen. De nieuwe woorden. En daar gaan we. Dus we gaan flitsen. Dan gaan we 3, 2, 1 en start. Toen bedacht ik me net, ik zet het filmpje aan en ik, och juf, je hebt hem niet gezegd wat ze gaan doen. Het flitsen van vandaag heeft te maken met de botsende klinkers. Soms heb je 2 klinkers naast elkaar staan, waarbij je denkt, oh, hoe spreek ik dat nou uit? Hoe doe ik dat zonder mijn tong te breken? Nou, dat gaan we vandaag oefenen. Het oefenen van de botsende klinkers. Dit was de eerste keer, het was een beetje het rustigere tempo. Versnel ik nu het tempo een beetje. Daar gaan we. 3, 2, 1 en start. Nou, de laatste keer hussel ik nog heel even. Ga ik wel even terug in het tempo. Voor de laatste keer. Dan gaan we 3, 2, 1 en start. Oké, dat was de laatste. Wat je nu even doet, is je boek pakken op bladzijde 8 en bladzijde 9. Dus dan gaan we even samen het verhaal lezen. Dus pak hem er even bij. Bladzijde 8 en 9. Welkom op Aruba. Yes, als het goed is, heeft iedereen hem dan te pakken. Wat ik doe, ik lees het verhaal even samen met jullie door. Daarna kan de plusgroep redelijk snel zelf aan de slag gaan. En ga ik nog even door met de basisgroep. Het verhaal. Welkom op Aruba. Bonbini. Bonbini naar Aruba, zeggen de mensen op het Antilliaanse eiland Aruba. Welkom op Aruba. Je voelt je er vast thuis. Aruba is een tof eiland waar je als kind veel leuke dingen kunt doen. Aruba ligt tussen de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan. Boven het land Venezuela in Zuid-Amerika.
Het eiland is ongeveer zo groot als Texel en ligt naast de eilanden Bonaire en Curaçao. Aruba is een onderdeel van het Koninkrijk Nederland, maar is sinds 1986 wel een zelfstandig land. Aruba is een tropisch eiland vol palmen. Het klimaat is ideaal, want de zon schijnt er het hele jaar en door de wind is het nooit te warm. Piraten en Indianen. Aruba werd eeuwen geleden terugbewoond door Indianenstammen. Vanaf de tijd dat er steeds meer over zee gereisd werd, kwamen er ook avonturiers naar het eiland en voeren zeelieden af en aan. De herinneringen aan die tijd vind je in de musea in de hoofdstad Oranjestad. In het Muntenmuseum vind je onder andere schatten uit scheepswrakken en de grootste verzameling munten ter wereld, wel 40.000 munten. In het Archeologisch Museum zie je prachtige creaties uit die tijd van de Indianen. Foto's van rotstekeningen, oud gereedschap en mooie sieraden. Het Historisch Museum in Fort Zoutman laat je de geschiedenis van Aruba zien. Het fort is het oudste gebouw van Aruba en het verdedigde het eiland met kanonnen. Elke week is er een avond met traditionele dans en veel leuke shows. Ben je meer van het shoppen? Leef je dan uit op de boulevard van Oranjestad. Neem een glas vers fruitsap op een van de vele terrasjes. En geniet van het uitzicht op de schepen in de haven. Snorkelen en scheepswrakken. Aruba is een paradijs als je van water houdt. Er zijn overal op het eiland witte stranden, zoals Baby Beach. Surf en kano in de knalblauwe zee. Spot onder water de prachtige tropische vissen tijdens het snorkelen of doe mee met een individuele duikcursus. In een speciale duikboot met een rij ramen zie je vast een mooi gekleurde vis aan je voorbij komen. Net of je in een zeeaquarium zit. Naast zeedieren en koraal zie je ook een wrak van een schip liggen. Mysterieuze grotten. Aruba heeft een gevarieerd landschap. Er zijn heuvels met prachtige glooiingen, maar ook rotsen, bergen en grotten. Door het droge klimaat is er een aparte begroeiing van planten en bomen. De Dividivi-boom en heel veel palmen en cactussen. Het Arikok Nationaal Park is vol met spannende rotsen, grotten en dieren. Je kunt er ratelslangen, leguanen en vleermuizen zien. In de Fonteingrot vind je mysterieuze tekeningen die ooit door de Indianen zijn gemaakt. Ga in de Guaridiriki-grot met een speciaal licht staan dat in de grot valt. Het is alsof je in een sprookje zit. Klik hier voor meer leuke dingen die je op Aruba kunt bezoeken, zoals de ezelsopvang, Charlie's Bar en het waterpretpark. Nou, dan staat er in je boek nog, klik hier voor meer leuke activiteiten op Aruba. Nou, je kan natuurlijk niet letterlijk op dat boek klikken, maar je zou wel, mocht je dat willen, nog een keer op internet opzoeken, nog extra informatie over Aruba, een van onze eilanden. Nou, dan zei ik al, na het lezen van het verhaal splits ik de instructie heel even. Dan moet ik even zien dat ik de goede te pakken heb. Nee. Het plusboek, daar ga ik heel even mee starten. De groep van het basisboek, die kijkt alvast naar opdracht 1. En wat je doet, is de woorden die er staan even rustig lezen. Je gaat verder nog geen strepen zetten, maar je kijkt even dat je de woorden gelezen krijgt. Plusboek. Wat jullie zo meteen gaan doen, is zelf aan de slag gaan met de opdrachten. Bij opdracht 1 is kleuren elk woord de botsende klinkers. Dus waar komt je in de knel met je woorden? Waar gaat het letterlijk botsen? Bij opdracht 2, vloeiend en vlot lezen van de woorden. Oefen jezelf een aantal keer, dus ga ze een paar keer doornemen. Bij opdracht 3, die gaat over de tekst die we net samen hebben bekeken. De zinnen uit de tekst Welkom op Aruba lopen door op de volgende regel. Lees elke zin als één zin, zonder hem aan het einde van de regel af te breken. Oefen dat eerst voor jezelf, dus oefen dat eerst zachtjes in je hoofd en doe het daarna ook hardop. Nou, de tekst hebben we al gelezen, maar die mag je zeker nog een keertje lezen. Dan kijk je naar het stukje terugkijken van, hé, wat klopt er bij mij? En dan staat er bij jullie de vloeiend en vlot kaart, kaart 66. Kaart 66, ik pak even mijn vloeiend en vlot erbij. Dat is tip 5. Wat hoort er bij elkaar? Lees zinnen, geen losse woorden. Vooral als de zinnen wat langer worden. Ben je soms van, denk je, oh ja, waar stopt hij nou? Waar gaat hij door? Oefen hem eerst voor jezelf een paar keer in je hoofd. En zeg hem dan hardop, zodat je weet van, oh, ik ben geen woorden aan elkaar aan het plakken. Maar het loopt vloeiend in elkaar over. Nou, heb je dat gedaan? Dan kijk je nog naar je ik begrijp
en ik vind. Dat gaat ook over de tekst. Dus dat zijn nog twee eigenlijk begrijpend leesopdrachten die over de tekst gaan. Nou, voor het plusboek, als jullie dan dadelijk de opdrachten uit je werkboek hebben gemaakt, had ik al gezegd, dan kun je altijd nog het verhaal lezen van de Plastic Detective. Maar je hebt ook een nieuw boekje gekregen van Vloeiend en Vlot. En daar kun je natuurlijk ook mee aan de slag. En dat is kaart 2 tot en met 5 vandaag. Woorden met de botsende klinkers. Ga die sowieso doen. Dus 2 tot en met 5. Heb je dat gedaan en je hebt nog tijd over, heb je ook nog je Pravo leeskaarten liggen, die je natuurlijk altijd nog kan lezen. Nou, voor jullie was dit de instructie van estafette. Dan ga ik dan starten. Nee, wacht, voordat ik dat zeg, en dat zeg ik dadelijk nog een keer. Voor het plusboek wil ik ook straks graag een foto zien van je werkboek. Dat zeg ik dadelijk ook nog tegen het basisboek. Maar dan weet het plusboek in elk geval ook al dat ik graag een foto wil hebben van het basisboek. Van het werkboek. Plusboek zou nu in principe het filmpje uit kunnen zetten. En ik ga nu door met de basisgroep. Als het goed is, hebben die de opdracht 1 al goed bekeken. Dus we gaan even naar kijken naar die woorden. Lees de woorden voor jezelf. In hoeveel stukjes spreek je deze woorden uit? Zet strepen tussen die stukjes. Nou, ik ga de woorden zeggen. Ik ga alleen niet tegen jou zeggen waar die streepjes thuis worden. Maar dan hoor je wel welk woord het is. Venezuela, mysterieus, alinea. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je na elke letter hak, hak, hak een streepje zet. Nee, van hey, welk groepje letters hoort er bij elkaar? Creatie, archeologisch, evacuatie, Braziliaan, gevarieerd, melodieus. Dat is bij opdracht 1, strepen zetten. Bij opdracht 2, lees het eerste woord en de woorden ernaast. In welke woorden zie je het eerste woord? Dus kijk goed naar die 3 woorden die daarna komen. Waar herken je het woord terug? Bij opdracht 3, lees de zinnen en de woorden en ga verbinden. Hey, welke zin hoort nou bij welk woord? Opdracht 4 is lees de tekst. Ik heb het net ook tegen de plusgroep gezegd. Lees de tekst nog een keer goed door. Er zaten best wel wat pittige woorden bij. Zodat je de tekst nog een keer goed in je hoofd hebt zitten. Bij opdracht 5 terugkijken. Dus terugkijken op de tekst. Nou, welke woorden ken je al goed? Zet daar een kruisje bij. Kleur ook een rondje als je zegt, oh ja, dit gaat me al goed af. Of moet ik toch nog wel een paar keer doen. En dan hebben jullie ook opdracht 6 en 7. Gaat over de tekst. Ik begrijp en ik vind. Dus weet je de vraag niet. Kun je altijd even teruggaan in de tekst. Van hey, wat zou het moeten zijn? Heb je dat gedaan? En je hebt nog tijd over. Pak je nieuwe boekje van Vloeiend en Vlot. Kaart 2 tot en met 5. Want ik zei er straks in het filmpje. Van ik had hem al aangezet met flits. En toen dacht ik. Oh, ik had helemaal niet gezegd wat we gingen oefenen. We gingen de botsende klinkers oefenen. Dus die kaarten 2 tot en met 5, horen bij dat thema, bij de botsende klinkers. Heb je het af, heb je dus je Vloeiend en Vlot. Je hebt nog je Pravo kaart, maar je hebt ook nog de nieuwe kant van het boek, de Plastic Detective. Die kun je nog zeker lezen, die hoeft echt niet uit vandaag. Maar zet even voor in je leesloopboek tot waar je gekomen bent, zodat je als je er morgen of een andere keer in verder gaat, dat je precies weet, oh, daar ben ik gestopt. Ik heb het net ook al tegen het plusboek gezegd, maar ik zeg het nu ook nog tegen jullie. Graag een foto van je werkboek van de les van vandaag. Nou, dit waren al mijn filmpjes voor vandaag. Dan zie ik je morgen weer terug bij de les van rekenen. Doei doei!